Onze tijd wordt gekenmerkt door drukte, stress en overspannenheid. Daarom is wachten bepaald geen populair woord. Het motto van vandaag is ongeveer zo. Wat ik nu wil hebben, moet ik ook direct in bezit krijgen. Waar ik nu behoefte aan heb, moet ook vandaag bevredigd worden. Voor veel mensen is er geen activiteit zo moeilijk als wachten, wie je ook bent. Of je nu moet wachten in de wachtkamer bij de tandarts. Of dat je met de auto moet wachten vanwege een brug die open staat. En voor kinderen is het bijna niet te doen om te wachten totdat ze jarig zijn en ze de cadeaus in ontvangst mogen nemen. Het moeilijke in het proces van wachten is dat jij en ik dat proces niet kunnen versnellen. We zijn vaak afhankelijk van anderen. En ja, afhankelijk zijn van anderen, dat willen we liever niet. Dat geldt ook voor ons geloofsleven. Paulus schrijft in de Bijbel over wachten. In Galaten 5 vers 22 staan geduld en langmoedigheid als vrucht van de geest omschreven. Het zijn kenmerken van het leven met God. En juist dat wachten wil God ons leren. De gedreven zendeling Hudson Taylor was zo enthousiast over God dat hij soms voor hem uitliep. Naarmate hij ouder werd, leerde hij dat Gods weg altijd de beste is. En dus wilde hij liever wachten op Gods instructies dan zelf voor God uit te lopen. Daarom bad hij op het einde van zijn leven: Heere, doe uw werk door mij heen. Gods weg en werkwijze is altijd de beste. Zelf initiatief nemen voor het koninkrijk is heel goed. Maar het is soms beter eerst op Gods initiatief te wachten, zodat jij zijn initiatief kunt uitvoeren. Nu is wachten dus niet gemakkelijk. Ook wachten op God is niet even comfortabel. Nu vraag je je misschien af wat nu de reden is waarom God ons soms laat wachten. Dat is een goede vraag. Ik weet nog het moment dat ik tot geloof en bekering kwam, nu alweer ruim 10 jaar geleden. In mijn hart was een enorme passie voor Jezus en voor verloren zielen. En een sterk verlangen om het evangelie te verkondigen. Ik ervoer de roeping daarvoor in mijn hart en wilde theologie gaan studeren. Van dat laatste is het nooit gekomen. Maar na ruim 10 jaar heeft de Heer heel duidelijk invulling gegeven aan die roeping van destijds. Echter, wel op een totaal andere manier als dat ik in gedachten had. In die 10 jaar tijd heb ik persoonlijk enorm veel geestelijke lessen geleerd. Ben ik getrouwd en heb ik 3 kinderen gekregen. Kortom, de Heer is op zijn roeping teruggekomen, maar vond het noodzakelijk om mij eerst 10 jaar lang in diverse opzichten te vormen, te trainen en toe te rusten. Zodat ik nu op tal van plaatsen en in gemeenten het woord kan delen. Wonderlijk. Abraham moest 25 jaar wachten op de geboorte van de zoon van de belofte, Isaac. Het volk Israël is via een lange omweg uiteindelijk na 40 jaar in het beloofde land aangekomen. Martha en Maria moesten 4 dagen wachten voordat Jezus kwam en hun broer opwekte uit de dood. Is God dan niet geïnteresseerd in en betrokken op zijn kinderen als hij ze laat wachten? Jazeker. Hij is intens betrokken op ons leven en onze omstandigheden. Maar wij hebben het nodig om gevormd en getraind te worden in het leven met God. En daar gebruikt hij vaak een periode van wachten voor. Het is een geestelijk rijpingsproces. Je raakt daardoor meer en meer op God en zijn wil afgestemd. En vervolgens kun je levenskeuzes maken die God wil dat je maakt. En dat op het tijdstip dat hij in gedachten heeft. Wachten op God kan ongemakkelijk voelen. Toch mag je weten dat het iets heel positiefs is. Ook al wil de tijdgeest je doen geloven dat wachten nutteloos is. De Bijbel laat zien dat wachten
eigenlijk ook iets actiefs is. En daarover wil ik je 3 dingen vertellen. Het eerste is dat je in de periode van wachten op God de Bijbel onderzoekt. Psalm 130 vers 5 zegt, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Op die manier spreekt God tot ons en maakt hij bekend wat zijn wil voor een bepaalde situatie in ons leven is. Het tweede dat van belang is, in een tijd van wachten op God, is dat je met God praat door middel van het gebed. Je roept hem aan en betrekt hem in deze tijd van wachten. We lezen zo mooi in Psalm 40, het tweede vers. Lang heb ik de Heere verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. God is dus bij jouw wachten betrokken. Het derde en laatste dat van belang is, is dat je gedurende de periode van wachten op een antwoord van God leeft in gehoorzaamheid aan hem. Psalm 37 vers 34a zegt daarover, wacht op de Heere en houd u aan zijn weg. Het is een leerproces om op God te wachten. Wij worden gevormd en onze verlangens en idealen worden steeds meer afgestemd op het vaderhart van God. Wachten is dus eigenlijk heel erg mooi. Ook al is het niet populair. We'll be right back.